zitten, er staat niet op te letten. Oh. Damn, jongen. Kijk, ze duwen dan. Vonken vliegen er vanaf. Ja, wel. Dan remmen ze zichzelf alleen maar af en dan rijdt hij lekker langs. Ook goed hoor. Nee. Oh, weer een beuk van Sam hoor. Ja hoor. Oh. Nog zien nog. Oh ja. Ik geef hem helemaal geen ruimte, dan kan hij ook lekker niet langs. Nee, precies. Oh. Ja, Sam maakt een fout, yes. Daar hebben we geen last meer van, Nox. Maar ik heb het wel door, je moet wat voorzichtiger rijden met die Aston Martin. En minder sturen ook. Ik snap alleen niet hoe ik laatste kan zijn, terwijl ik net volop in iemand beukte en die bleef achter mij. Ja, dan maakte hij zelf ook een fout misschien. Dus ik kijk in mijn spiegels, ik zie daar een paarse auto. Ik denk nou, mooi. Jij hebt eens angst, Mark, kom. Ja, ik durf niet te hard. Dan gaat, gaat het verkeerd. Gadverdamme. Gadverdamme. Wat je. Ja, jij hebt mij net ook verschrikkelijk lopen te verneuken door me in die rotswand te douwen, terwijl ik tweede lag, dus je had je nog even te goed. Ja, maar daar had je al een stuurfoutje voor gemaakt. Echt niet? Jawel, je ging veel te van een zijkantje op. Ik kan me niet voorstellen dat ik een stuurfout heb gemaakt. Ja, een stuurfout niet per se, maar... naar de buitenkant. Ah, kak man. Ah, kijk, we hebben al pollen. Dus hier, je vliegt je motorkap, nee. Jongen. Ja, ik weet het. Nee! Elke keer bij die bocht, hè? Zo irritant. Ah. Iets met ezel en steen. Ja, Paul precies hetzelfde. Ja, oké. Ga gewoon te hard door die bocht. Ja, je voelt die druk achter je, hè? Fout, om een andere reden. Paul, de laatste keer. Wil je niet van links naar rechts over die baan gaan? Je gaat hier weer komen. Daar, en hij kan dan. En heeft hij een Logitech G29 ook, hè? Nee! Dan ben je toch ook een homo? Jee! Wat van me. Kak. Eerlijk waar. Hij stuurt te veel. Waar heb je rijbewijs gehaald, joh? Ik heb ook nog geen rijbewijs, man. Hij rijdt al 25 jaar zonder. Oh nee, 30. Oh, 300. Oh, sama. Ah. Ja, Flash is er wel vandoor door ons geleuter. Ja, inderdaad. De mazzel. Oh, oh, wat zo stom. Ik maak gewoon één fout en ze zijn weg.
Gaat hij weer voorbij, Nox? Ongelooflijk. Sam die rijdt Only the Lonely. Ja. Weer, heb je het weer verprutst? Een keertje het grind ingeduwd, een zwaffelaartje. En een keer zo'n klein rotsje geraakt, waardoor ik spinde. En toen stond ik achterom. Nou, ik haal mij nog in, man. Ah, ook weer een spinnetje. Wat ik al zei, die ene race maak ik echt geen fouten, maar anders maak ik altijd wel 1, 2 fouten, waar ik gewoon pruts. We kunnen ook die klasse met die Volvo's en die BMW'tjes, die welke klasse was dat ook alweer? Dat is ook leuk, die rijden ook lekker die autootjes. Oh, oh, oh. Wat verpik je? Nee! Dit is toch niet te geloven, dit? Wat mus! Lekker, Chris. Ongelooflijk. Snelste ronde ook, jongen. Zelfs dat. Ga ik gewoon bij de ene laatste bocht in de fout. Stinkende Evert er nog voorbij. Ik zou, als ik Evert was, zou ik achter de Zwaffelaar gewoon standaard een extra dingetje plaatsen. Plus 0.2S. Oh, wel derde ronde tijd. Kan dat aan. 2.10.5. Ja, ik heb te vaak die muur gekust. Ik ook. Dan ga je dat bruggetje over. En dan denk je, die kan ik wel plankgas nemen. Maar dat kan je dan net niet. Dan ja. Ga je. Dan ga je. Nou, nog één keer met die Nixon, Paul. Dan ben je er vanaf. Ja, oké. Okay. Oh, nou, perfect, de oval. Ik heb hem niet eens uitgezocht. Ik heb hem gewoon random gedaan. Het is alleen maar 3 ronden, dat is wel snel voorbij. Maar ja, dan ben je er ook vanaf, hè? Die fantastische Nixon. Ja, daar ben je wel de bekend mee. Klopt, dat het snel voorbij is, toch? Wacht maar, jongen. Oh nee, ik sta achteraan. Ik heb niks te zeggen. Oh, ik heb wel dan een beetje luchtstroom van de anderen. Nou, ik denk dat de Aston Martins hier winnen. Maar kun je wel gelijk zien welke auto's het snelst zijn, ja. Ik ga Nox hier al voorbij. Wat is dit voor baan dan? Gewoon 3 rondjes. Oval. Ik heb 2.50 op de teller, dat gaat hij niet. Oh, wat doe je, Chris? Nee, Paul, niet doen! Ja, hallo, jij begint. Serieus, ik rij gewoon rechts van de betonnen muur. En dan zeg je, jij begint. Jij begint te rijden. Je kan er ook gewoon langs. Ik zeg, ga nog een keer naar die brillenzaak. achter elkaar rijden in de stream, slipstream.
Hij gaat 2,50 die Austin. Die Porsche 280? Wow. Nou, die Evert ga ik niet bijhouden. Die loopt alleen maar uit. Ja, dat, ik rij letterlijk precies achter hem. Maar het is wel... Bij de bochten. De bochten is cruciaal. Zonder te slippen moet je die bochten nemen. Nou, dat was het alweer. Nog één rondje. Zo! Lekker hoor. Vonken! Oh ja! Oh, ja. Ah, lekker is dat. Sam, pak die even dan, kom op. Ja, ik kan echt niet in de buurt komen. De slipstreamen. Ja, maar ik rij echt 40 meter achter hem. Ja, ik heb hem vol ingetrapt. Kom op, kom op, kom op, kom op. Evert, maak een fout, je kunt het. Echt niet. Je gaat het gewoon winnen. Nou ja, dan maar nog even langs Sam. In de laatste bocht. Ik kom wel steeds dichterbij, dus. Kan ik hem nog pakken? Ja. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja. Nee. Ja. Nee. Zo, heel weinig scheelt het. En wie is de snelste? Het is Van der Heijden met 1-0-0-8-4-0. 1-0-0-8-6-6 is voor losers. Maar één ding weet ik wel, het is nooit meer voor mij de Austin Martin. Je kunt er mee winnen, zie je dat? Wat een schuitbak, jongen, echt. Ja, die starten zeker als eerste. Klopt. Ja. En Nox en Paul die waren ook aan het knuffelen met elkaar op de baan, zag ik. Fuck for tikkie. Op een gegeven moment was Nox er klaar mee. Ik reed inderdaad, reden we tegen elkaar aan en ik zie zijn stuur gewoon helemaal naar links staan en ik denk, ja, fuck it. Ja, moest wat, hè? Ja, schijnbaar, ja. Jongen, jongen. Nou ja. Nog niet op podium, wat verdikken me. Nou, ik zal je heel laten omdat je haast een 65-plusser bent, hè? heel goed, aardig hoor. Oh, jong. Opa's aan de top. Kijk, dat is de... Stop. Ja. Oh, ik zie hier iemand die ik geweldig kan beuken. Nou, de laatste rondjes, jongens. Even kijken. Gaan we nog eventjes de dingetjes en dan is het alweer bijna bedtijd, hè, voor de dieren. Even kijken. Ik denk dat jouw vrouw er al een paar uur zo over denkt. Nee joh. Nou, we gaan lekker hier, Nox. Lekker, hè? Oké, wat hebben we allemaal? De Holden ZB, Powerweight. Is dit Power wat, weight. Of weer een andere? Ik vind het prima, joh. Ja. Ik vind het schitterend. Ja? Oké.
Ik moet in de Holden rijden, ik heb niet goed geld om er een te kopen. Oké, dan rijden we in de Holden. Ja. Waar gaan we? Vijf rondjes San Francisco, Parijs, Silverstone, Parijs, San Francisco. Oeh, Evert. Wat is er? Met me even gesandwiched. Dat stuur van Paul, hoor je helemaal klepperen. Ja, dat is klap krijgt. Net botsautootjes. Echt, hè? Net echt. Nou. Vijf circuitjes en dan kun je weer een week de been strekken. Maar ik moet zeggen, het scheelt wel, sinds Daniel er niet meer bij is, scheelt een stuk minder qua beuken. Oh, een irritant ventje staat met beuken, zeg. Jezus. Oké. Okay. Goed dat je het zegt. Je rijdt naast me. Nog wel. Vond vorige week veel leuker. Zonder Evert. Dat begrijp ik wel hoor. Mark, je moet je gas loslaten als je dwars gaat, hè? Oh, ja, heb ik gedaan. Daarom kon ik ook weer wegkomen. Jeetje man. Zegt hij ook echt. And we have liftoff. Airtime. Oh, dat was een slechte box, Nox. Nou hoor, prima bot. Prima, wacht. Remmersangst. Wanneer worden die banden warm, joh? Dat gaat niet even, dat gaat niet. Op zouden dan, hallo.
pas er maar op en die vervelende shadow zit achter ons. En die roze pisbak. Ja, het wordt al aangeduwd. Het gaat allemaal te... Het gaat allemaal te langzaam. Oh! Het is een vieze, vieze nichtenkap, jongen. Gewoon volop in de muur gebeukt. Ik drukte gewoon op de rem en ik ging gewoon rechtdoor, joh. Ja. Ik drukte op de rem en ik ging rechtdoor, ja. Ja, met die vervelende shadow die zit achter me. Ah. Die drukte me gewoon helemaal de wand in. Ik kan me niet vertellen dat hij keurig netjes remde bij die bocht. Jawel, netjes op jou. Ja, precies. Er gaat wel een mooie tweede plaats, potverdomme. Nou, sterker nog, je rijdt eerste. Oh ja, ik rijd eerste, ja. Dat is waar, ja. Ben je al bij Evert in de buurt, Sam? Ja, heel dichtbij. En Paul, zit weet, hij nog een beetje in de buurt? Nee. Paulus, lekker, hoor. Kom op, man. Man, kut, man. Dat driften van die auto, hè? Ja, moet je weer helemaal aan wennen, hè? Doe niet. Ik denk dat we maar een keer een avond de hele tijd dezelfde auto moeten nemen. Dan raak je een beetje gewend aan de auto. Nou ja. Maakt er niet uit. Deze rijdt wel beter als de Aston Martin. Verdamme. Kom je een beetje dichterbij, Sam? Of, Nee, ik raakte net een hoekje, dus het gaat wel weer even duren. Zo, stuiteren die auto, jongen, niet normaal. Ah nee, dit ga je me gewoon niet menen. Oh, wat een drama dit. Jammer, Sam. Ah, loser. Wordt hij nog laatst ook nog? Nee, dat niet. Je weet dat als je heel veel wint vanavond, je volgende week met de vrouw op de bank series kijken moet, hè? Oh. Nou, dan. Kerstfilms kijken. Is het al kerst geweest? Ja, maar ik kan het hele jaar door, hè? Houd toch op, man. Jezus, wat een gezeik. Die leuke kerstfilms. Juist, dan kijk jij iets zeker Scrooge de hele tijd, of niet? Ik kijk helemaal niks. Waarom zou ik iets moeten kijken? Christmas time. Dat is de jeugd van tegenwoordig, hè? Dat is een beetje jammer. Ja. Dus je bent niet tevreden over die Camaro, Paulus? Echt niet. Maar een slappe bak, man. Ja, misschien ligt dat ook wel aan mij. Nou, eerlijk is eerlijk, de Camaro is wel een zwabberbakje. Hmm. Ja, die is in het echt ook wel zwabber. Ja, ook dat is een Amerikaan, hè? Ja. Muscle Car. Oh, dat in is Paris. Dat is ook een zwabber circuit. Paris, Arc de Triomphe. Godbal Paul voor me en Sam achter me. Lekker hoor. Kort. Nou, als dat geen smullen wordt. Hè? Nou, ik zeg 50 euro op je nachtkastje leggen en klaar ermee.
Oh, de boffer komt. Ik denk dat ze er gewoon zullen vechten zelfs. Ik heb wel één voordeel. Ik hoef nou niet te remmen bij de eerste bocht. Zelfs blauwe vlammen uit, joh. Nou pas. Buiten. Oh, hartstikke nee. Lekker dit. Ik word gewoon aangedrukt door Serious Sam. Fucking hell. Lekker, Evert. Heerlijk. Lekker in de bandenstapel. Ik niet. Ja, maar ik wel. Door jou. Oh. Heerlijk. Dat is voor niet echt, dan ben ik er niet. Sam, flikker op. Wat ben jij een vieze hond? Dit. Ja, dag. Daar gaat je reis. Jammer, Evert. Ik heb lakschade even door jou. En je ziet dat Evert ook een dagje ouder wordt. Hij raakt de concentratie een beetje kwijt. Laat op de avond. Klopt. Dat drift, dat remt echt serieus. Ja, af, het is Evert. Niet eens meer een stuurfout, hè? Maar dat drift natuurlijk ook niet expres. En dan ben je al aan de beurt, hè? Je kunt beter hard remmen en dan in de bocht weer vol gas. Dan pak je hem. Pak je hem beter ook, dan drift hij niet. Alrighty. Ja, ik heb trouwens wel een andere auto als jou volgens mij, dus ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Oh nee, ik verlies. Oh kut! Ik verlies me in een kofferbak, maar zo ook maar mijn achterspoiler op. Dan heb je geen downforce meer. Ja, ik weet niet hoe realistisch het spel is, maar nee. Terrein is het niet. Oh. Weer een fout, Sam. Oh, kijk, elke keer zo'n randje naar zo'n bocht. Ja, dan moet je eerder remmen, je harder remmen. Het is alweer de laatste ronde.
Die beuk van jou, jongen, wat een vieze beuk was dat. Lekker, hè? Heerlijk. Ongelooflijk. Ik slaap vanavond goed, dat weet ik wel. Ik word helemaal zenuwachtig. Even, het zit weer in mijn nek te hijgen. En terecht dat je zenuwachtig bent. Ga weg, vervelend mannetje. I'm gonna get you. Het is ook een rood bolletje. Dat zegt niet voor niks. Oh, dan verlies ik mijn motorkap ook nog. Er nog niemand over de finishes, joh. Ja, het is er gebeurd. Laatste bochtjes. Maar ik moet er geen foutje meer maken, want eventjes zit heel dichtbij. Nee! Oh, dat is schilderijdig, joh. Ja, Shadow en Nox, zitten jullie nog een beetje naast elkaar, of is dat ver? Weet niet, ik zie Noxie 1 en Shadow 2, maar... Ja, maar ik vroeg dus of ze ver van elkaar af zaten. Dat kan ik niet zien, want wij zitten er heel ver vanaf. Oh, smeerzak! Dit zou je me gewoon niet menen! Nee! Yes! Lekker jongen. Nee! Oh. Echt, het zijn geen stuurfoutjes meer, Chris. Het is gewoon een slechte bocht hebben. Ja, precies. Dat is het. En klopt, dan zet je gewoon naast me en... Klopt, dan heb ik eerder grip en dan trek ik je er net weer uit, hè? Ja, dat is niet fijn. Poeh! Oh, godverdomme. Nog een tijd nog. Een kontje kun je het beuken, maar ja, daar hebben we alle twee niks aan. Nee, precies. Oh! 2-0-3, lekker hoor. Ja, maar een seconde sneller. Jammer. Jullie laten toch ergens nog 4 seconden liggen, ik weet niet waar, maar... Heb je nou elke ronde een fout gemaakt, Sam? Die ene keer dat ik gebeuken werd, toen ging ik helemaal spinnen. En voor de rest heb ik een aantal keer zo'n zijkantje geraakt. Ja, dat remt lekker af. Ja. Hey, ik merk dat je voor je gevoel moet je in zo'n bocht eerst wat harder remmen. Dat je langzamer de bocht uitkomt en dan weer vol gas kunt blijven geven. Dan ga je sneller, want dan slip je niet. Een auto heb die snel optrekt wel, ja. Ja, heb je zo'n open autootje? Nou, deze trekt niet snel op. Dus die moet je wel een beetje in vaart houden. Ja, dat trekt, ja. Geval, trekt in ieder geval wel snel af. Nee, dat is de auto niet. Dat is de verschrompelde Playboy poster in je hand, zeker of niet? Dubieus had geworden poster. Van die klontjes of erop. Of die knetterharde schat van je, hè? Regen, jongens. Oh. Nee, geen lekker. Regen. Het is als een glip. Het is als een glij bijsukkie. Dat Sam voor me blijft stilstaan. Ik help je, Paul. Ja, bedankt, hè. Samen. Ah, komt Sam binnen. Nou, zullen we een zwart naar de troostprijs geven vanavond, jongens? Nee, niks ervan. Ik heb een heel stuk van de baan afgesneden, dus ik zal wel van me nog mee dat ik niet gedisqualificeerd word. Oh,
Paulus, hè? Je moet echt voor je gevoel veel minder hard rijden ook door die bochtjes. Want je denkt, ik kan veel harder, maar je glijdt wel verder door met die regen. Of je laat alleen het gas los. Hoe heet het circuit? Silverstone? Ja. Maar dit is niet de complete, dit is een halve. Hoe lang duurt zo'n rondje van die man? Ja, dat zijn grote jongens dit. Gelukkig zijn het maar 3 rondjes in plaats van 9. Evert is aan het vals spelen. Ja, ik zag het. Die eerste lap ook al. Ja, maar dan krijg ik denk ik heel veel strafseconden voor. Dus ik ga denk ik niet de eerste worden. Krijg je wel penalty of niet? Ja, dan krijg je penalty voor. Nee, dat vraag ik aan hem, hè? Dan krijgt hij de melding. Dat de stewards het gaan onderzoeken. Ik zie nergens wat. Ik zie alleen dat mijn lap rood is. Ja, dan heb je, als die rood is, heb je strafseconden. Boeien. Ja, als ze dadelijk Nox 2 seconden achter je zit, dan is het wel boeien. Maar ik word ook geen eerste hoor, ik denk dat ik wel heel wat strafseconden ga krijgen. Word je gebeld, Sam? Ja, godverdomme, in het grind. Schatje, ik mis je. Ja, dat is het precies. Waarom bel je me niet? Gezeik. Ja, wend er maar aan, jongen. Je denkt dat je naait, maar je wordt genaaid. Daarom hebben orkanen hebben ook allemaal vrouwennamen, hè? Dat is niet voor niks. Ze komen, ze komen hard, wild en nat binnen, maar zodra ze vertrekken ben je alles kwijt. Allemaal. Disqualified. Wie, jij? Ja, ik ga voor de derde keer afsnijden. Oh. Je mag ook niks meer tegenwoordig, hè? Oh, daar staat hij hoor. Hey, wel de snelste ronde, hè, met 2-7. Ja. Maar dan krijg je als je een stuk baal mist. Nou, 1 voordeel heb je, Paul. Je wordt geen laatste meer. Oh, man. Jezus, hoe ver zit ik achter jou, Shadow? Jezus. Ja, dat is wel 106. Bal, het is geen gasmaaier, hè? Oh, je bent nou aan het spectaten zeker? Ja. Ging een bak, man. Oh. Nee, oeh! Bijna raak. Ja. Dit
als Sam te vechten. Schwaffelaar, jij bent ook gedisqualificeerd. Hallo? Wie is ook gedisqualificeerd? Schwaffelaar. Ja. Ja, ik ook. Jij ook? Ja. Maar ik deed niet eens wat de Schwaffelaar deed. Ik haalde twee kleine... Na de start-finish heb ik een heel stuk van de baan afgesneden. Wordt kut. Ah, ja. Mag dat eigenlijk in het echt? Nee, zeker. Nee. Nee, dat mag niet, nee. Ik racht het dwars door de pylon heen. Oeh. Nou, nog één race, dan hebben ze het erop. Van houten been. Dan wat? Ja, precies. Ja, precies. Dan een houten doos. Waar haal jij die 2 seconden vandaan, vraag ik me af. Die laatste ronde ging voor mij echt foutloos. Maar... Schijnbaar uit zijn houten been, dus ja. Yes. Hey, Evert, je had 207 zie ik zelfs. Ja, is goed hè? Lekker hoor. Nou. Ja, knap man. Gewoon een halve seconde sneller als Shadow, maar dat is gewoon of die snot voor zijn ogen wordt gereden. Het is gewoon een kwestie van de baan afsnijden, dan lukt dat. Ja. Oh, dat was die DSQ, ja. Je hebt een halve seconde inderdaad eraf. Ja. Jammer dat je zo onwijs slecht bent. Maar ja, dat is prima. Kan niet overal goed in zijn, hè? Nou, dat is niet helemaal waar, hè? Nou, je vrouw zei hele andere dingen. Daarvoor zal Sam wel geweld worden, nu niet? Sorry, wat zei je? Ja. Zit je in het... Wat ik moet vertellen wat ik aan doen. Maar in die appje natuurlijk. Waarom hang je de telefoon op? Waarom ik niet opneem, ja. Ja, ik heb gezegd dat ik over 20 minuten terugbel. Dat ze mij even moet wachten. Zo, parkeren die handen. Ja, je moet ook nog ondervinden dat je uiteindelijk een tweede mobiel hebben moet. Wat? En je moet gewoon zeggen, als ze vervelend worden, moet je gewoon zeggen, die zeiken, anders neuk ik je niet meer. Dat is het beste advies ooit. Ik ga de zwangerschap zeggen, want 60, dat is prima. Is wat fuck? Nee, dat ook al in jongere jaren even. Lekker hoor, elke keer word ik in mijn kontje getikt. Ja, joh, je gaat ook als een wijf zo die bocht heen, man. Ja. Eerlijk waar, iedereen veroorzaakt voor een file met een langzame rijden. Je bedoelt dit. Oh. Ja, en niet de Chris Hobo de verdorie, hè, lul. Dat is een mietje, maar dat deed ik niet altijd. Ik heb wel geen kofferbak meer nu. Ik vind heel sportief van je. Nice, Doxie. Nou, je gaat echt de bot door als een wijf, zeg. Jezus. Ja, ik zat even in mijn achteruitkijkspiegel te kijken. Maar dat moet ik niet doen als ik een bocht aannader. Maar ik ben hier alweer voorbij. Hand in hand, kameraden. Nice. Paul, maak je een foutje? Ja. Je zat achter mij de hele tijd. Je bent heel erg aan het slippen, Nox, is niet goed voor je snelheid. Paul in de bandenbak. Jammer, man.
Ah ja. Dit auto. Ja, nee. Wat? Wat? Ja, Paul, je kan zuster. Hij is gespind. Beuk hem. Ik beuk hem vol in de muur. Goed zo. Fuck. Ja, ja, Sam en Paul, je hebben weer kans. Evert maakt een groot fout. Yes. A big mistake to make. Pedro's lonely aan de top. Ja, Nox zie ik hem aan het vechten, hè, dus ja. Nou, Shadows is niet al niet alone, hoor. Hé, hey, zie je hem nog wel rijden, Nox? Dat sowieso. Oh, dat is mooi. Ja, het probleem is, hij maakt niet zo vaak een fout, dus... Nou, dat is alweer het laatste rondje. Wat wil jij dan, Spaffelaar? Ik dacht, ik ga eens even dwars op de weg staan kijken of ik iemand nog kan beuken. Nou, ik maakte een foutje. Ik vloog weer de wand in. Ah. Ik dacht al, normaal gesproken haal ik hier niet meer in. Evert, spreek jij Karel nog wel eens? Jazeker. Die heeft hem ook, hè, 2019. Zou kunnen. Moet hem eens even triggeren of die ook weer meedoet. Oh, zal ik eens even doen. Want hij ging toen uit de WhatsApp, maar... Hij werd waarschijnlijk gek van Jaki met al zijn shit. Ja, ik heb gewoon in die WhatsApp groep van 3DGN heb ik gewoon een melding uitstaan. En af en toe kijk ik eens een keer. En dan heb je er weer 115 gemist. Precies. Valt wel mee hoeveel ze spammen in vergelijking met wat voor apps ik zie. Wat is bij jou de drukste dan, Sam? Ik kijk alleen... Je hebt zo'n school-app en daar worden gewoon alleen maar dingen in gespamd de hele tijd. Ik kijk alleen naar de berichten van Sam, want dan heb je de grootste kans op cheaten. En nu nog wel, hè? Godverdomme, ik maak... Drie keer dezelfde fout in dezelfde bocht. Je bent gewoon oude man aan het worden, jongen, echt. Ja, klopt. Zit niet meer in je. Maar nee, Noxy gaat als eerste. Nee, als tweede. Wel snelste tijd. Lekker hoor, 2-0. 2-8-8-5. Kijk, Chris, zo moet dat. Ja, klopt. En geen 2-0-3 wat wij doen. Nee, zeker niet. Hij denkt, ik kan wel gestolen worden, ik ben de eerste. Nou, nog eentje volgens mij en dan kunnen jullie slapen. 2-12, ah. My god. Oh. De allerslechtste. Ja, laatste race. Ah, lekker, ik ga naar mijn bed. Oh, morgen weer werken, hebben we geen zin in. Echt niet. En ik moet om 6:30 al wat starten, dus... Ik werk de hele week thuis, dus ik heb mazzel. Ja, ik ook.
Ja, ik al een jaar. Ja. Al sinds vorig jaar maart, ja. Nou. Zo, helemaal lukt het. Nee, niet liegen, Shadow. Je bent ook een paar keer naar het werk geweest. Nou ja, niet zeggen. Ja, dat zeg ik wel. Tot nu toe een paar keer naar het werk geweest. We hebben nou een nieuwe collega sinds gisteren. Nou, dan wij ook. Die moet en die moet ingewerkt. Ja, ja. Inwerken, ja. Dus ik ben al deze week weer twee keer naar Driebergen geweest. Maar morgen overmorgen week lekker thuis. Wat zei je? Nu begrijp je het wel. Toedeledook. Ja, nou, ik zou zeggen, joh, misschien is zo'n uitbraak bij de Belastingdienst niet zo'n slecht idee trouwens. Oh, ik werk bij de politie, hè? Even dat waarschijnlijk bij elkaar aangenomen. De belastingambtenaren is een keertje grondig uitgeroeid worden. Ja, maar je had zeker een Marokkaan aangenomen. Nee, een jonge dame. Oh. Maar worden niet aangenomen, die worden getolereerd. Wat zei je? Kom maar hier, dan zal ik je laten zien hoe je de tafel kan stellen in hoogte. Ja, maar dit zijn automatische bureaus. Ja, dat mag niet uit. Gewoon even blijven zwengelen. Nou jongens, laatste raceje. Oh, kijk hem wegspuiten die luisteraar. Godverdomme. Andere kant op rijden, jongen. Je rijdt met klem. Hoppa. Jongens, we moeten hier linksaf, hè? Hoe is het? Chris, ik heb lakschade. Kan ik die declareren? Die auto van Chris. Die auto van Chris is nu al toast. Hey! Oh. Even, het gaat er vandoor, hè? Nee hoor. Stille Willy, ja, die kwam wel tussendoor. Ja. Stille Willy! Ik raak je zoveel tijd mee kwijt. On to left two. Just one place to the front of the pack. Die motorkap zit los, Chris. Nou, ik heb eerst nog Noxie voor me. Langs de wand wel dichterbij toch? We gaan die snel gaan. Nou, we hebben vier rondes. We zijn nog niet op de helft.
kom je al dichterbij, Semba, Paul. Ja, ik zit echt op z'n hielen. Hij zit me in de nek tegen, ja. Ja? Ja. Laten we niet zomaar voorbij, hoor. Nu heeft hij een foutje gemaakt. Ja. Wat een commentaar. Hè? You have two drivers between you and first place. Ja, ik zie dat ik derde sta, Paul. Nee, joh. Oh, foutje, kut. Doe je, Sam. Nee, hij laat me aan. Hij laat me 360'en. Terwijl ik hem net voorbij ben. 360'en? Ja, weet ik veel. Weet ik nog. Goed zo, Paul Beukum. Ja. No mercy. Zo is dat. Oh. Nou, mijn remmen die zijn helemaal mee opgehaald. Ik glijd het weg. Komt ook een partij rook uit. Ik hoop dat Nox nog gaat verslappen, want er komt geen steek dichterbij. Oh, ik zie trouwens wel dat we Evert steeds verder inhalen. Of heb ik ja, ik had een foutje gemaakt. Oh, ik zie ook allemaal onderdelen eraf vliegen in de verte. Ah, dit wordt niks. Laatste ronde weer. We zijn lekker aan vechten, Shadow en Oxy. Nee hoor. Oh. Nee hoor. We houden steeds van elkaar. Zeker. Knuffel maar even lekker met elkaar, dan kan ik er nu zo dichterbij komen. Lekker de konte boinker van me. Ja, het is lonely aan de top even, hè? Echt wel. Nou, nog één foutje en dan kunnen we nog erbij. Oh, ja. Kijk, zien we steeds dichterbij komen trouwens. Ja, het ging echt om, hè? Oh, allemaal 2-0-1, zeg, te geloven. Jongens, 2-0-1. Wel 2-0-1. Hoeveel keer hebben we gewisseld? Een stuk of 4 keer, denk ik, of niet? 3, 4 keer? Dat is een moeite waard om terug te kijken. Heb je opgenomen, Chris? Ja.
wel lachen. Ja. Maar dan ga ik wel even kijken vanavond in bed. Ja, want we hebben echt in... Ik geloof begin laatste lap haalde ik hem in en toen pakte hij me weer. En toen greep ik hem en toen pakte hij hem weer. Ja, jongens, en eerste worden en de snelste tijd. Eindig in stijl. En boven de 2.11 te benen. Lekker, cheater. Nou, was weer gezellig, mannen. Zeker, ja, weten, jongens. Fantastisch. Oh, veel oefenen, jongen. Ja, ik ga goed oefenen. Je ziet het, ik kan 10 seconden sneller. Ja. Je kan het goed afsluiten, anders krijg je je geld niet voor de volgende keer. Oh ja. Oh ja. Alte 4 dus, dan krijg je je geld. Dan krijg je bonus, toch, met Alte 4? Ja, dubbele. Jij wel. Je zult maar 4 of 5 of 6 worden, jongen. Drama, hè. Quit. Nou. Are you sure you want to quit? Yes. Bedankt, mannen. Bedankt, hè. Ik zeg latex. Yes. Later. Slaap lekker. Later. Hoi. Hoi, hoi. Mazzel.